het moest allemaal zo perfect zijn. En ik was eigenlijk een beetje mezelf aan het verliezen. Hallo. Ik heb meer imperfecte trainingen dan perfecte trainingen. En meestal zijn het zelf de trainingen die het minste goed gaan, die je een beter atleet maken. Omdat je dan nog beter doorhebt waar je mee bezig bent. Je leert gewoon het meeste uit je fouten. Zo probeer ik dan ook vaak te denken, zodat ik mij toch gemotiveerd blijf voelen om verder te gaan. Ik ben Jolien Boemkwo, een Belgische atlete die koolstoten doet. En misschien kennen mensen mij van het filmpje dat vorig jaar viraal is gegaan als ik voor Team Belgium over de horde ben gelopen tijdens het Europees kampioenschap voor teams. De afgelopen tijd heb ik toegewerkt naar de Olympische Spelen. Ik heb me echt heel druk gemaakt. Het moest allemaal zo perfect zijn. Ik was eigenlijk een beetje mezelf aan het verliezen. Ik wist wel dat de druk die ik mijzelf oplegde, hetgene was wat mij tegenhield om te presteren wanneer ik moest presteren. Ik kan de afstanden gooien, maar het komt er niet uit omdat ik mij zodanig opspan, crispeer, niet meer geniet. En dat heeft ertoe geleid dat ik mij ook helaas niet heb geplaatst voor de Olympische Spelen. Ik heb wel meteen geprobeerd om lessen te trekken uit wat er gebeurd is. Ja, druk, dat komt er altijd bij en je moet daar gewoon proberen een juiste manier voor te vinden om daarmee om te gaan. Ik voel mij nu beter omdat ik het kan loslaten, omdat ik niet moet presteren. Eigenlijk moest ik dat de afgelopen maanden ook denken. Je moet niet presteren, je moet gewoon echt fun hebben in wat je doet en niet jagen naar een limiet. Mijn coach zei van, waarom ben je teruggestart met atletiek na je break van 4 jaar? Probeer terug te gaan naar dat gevoel. Dat gevoel is goed, dat is luchtig, dat is plezier, dat is dat je je slechter worpen relativeert en dat je zegt, oké, niet goed, volgende worp. En dat het altijd een reset is. Kogelstoten bepaalt mijn leven niet. Hè? Ik moet niet altijd zo serieus nemen. Dat was ik verloren om plezier te hebben in waar ik zoveel voor train. Maar ik heb het nu wel terug. Ik boost mijn moed door mij goed te voelen over kleine prestaties die ik verricht. Ik vind sport heel leuk. Voor mij is dat echt een must. Dat is echt een mega leuk gevoel dat iets kleins eigenlijk lukt. En kleine dingetjes zorgen voor een groot resultaat.